Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Bankgiro Loterij. Ooit zag een jongetje uit de Indische buurt de Snippersnap-revue in Theater Carré. En hij raakte op slag betoverd. Dat wou hij ook. Iets met theater. Liefst als acteur. Dat is het niet geworden, maar verder zijn de dromen van Joop van den Ende wel uitgekomen. En vandaag is Joop van den Ende onze gast. In, jawel, Theater Carré. Hanneke. Joop. Mag je ook zeggen, hè? Ja, doen we altijd. Hè. In Carré. Nou, en wat voor gevoel geeft dit theater je? Geschiedenis van heel veel grote Nederlandse theaterkunstenaars. Het is altijd een grote verantwoordelijkheid om hier te mogen spelen. Als je hier slaagt, dan heb je een goede productie. Ja. Nou, nu ligt die last vandaag op jouw schouders. Jij gaat hier nu toch ook een beetje spelen. Ja. En als je hier slaagt... Ben je zenuwachtig voor deze dag? Nou, ik weet dat ik een ongelooflijk apart, bijzonder hoofd heb. Een apart, bijzonder hoofd? Wat bedoel je daarmee? Nou ja, het is duidelijk, zeg maar. En daar kan je als schilder op uitglijden. Dus ik je moet een groot doek hebben gewoon. Het is een pittig doekje wat je moet hebben. Ja, dat is waar. Ja. Maar vandaag gaan er dus drie kunstenaars de hele middag naar je zitten kijken. Hoe voelt dat? Ik heb nog nooit van mijn leven zoveel uren moeten zitten. Nee. Voor een kunstenaar, of in dit geval drie kunstenaars. Is stilzitten jouw sterke kant? Ja, natuurlijk. Hè. Dat begrijp je. Dat is echt wat ik heel graag doe. Ja, lang, veel uren niks doen. Daar hou je van. Ik hoop dat dat een beetje onderbroken mag worden af en toe. Weet je nog eigenlijk waarom je meedoet aan dit programma? Kunst heeft mij gebracht waar ik nu ben. En het maakt niet uit welke kunst. Als je maar bezig bent met creativiteit en de schoonheid van iets willen creëren, als dat ontstaat, dan dat is de reden waarvoor ik hier ben, omdat ik daarachter sta. Iets willen creëren, dat willen de drie kunstenaars van vandaag maar al te graag. Vol spanning bereiden ze zich voor op wat komen gaat. En dan weten ze nog niet dat ze zometeen een apart en bijzonder hoofd voor zich krijgen. Eduard Batse komt uit Albanië en woont nu al 20 jaar in Nederland. Naast muurschilderingen en beeldhouwwerken maakt hij ook portretten. Het liefst live, naar model. Dat is voor hem de manier om die eerste emotie te vangen. De van oorsprong Oekraïense Svetlana Tartakovska woont en werkt al 13 jaar in Nederland. Svetlana is een echte mensenschilder en haar portretten zijn beladen met symboliek. Marije van Wieringen is op latere leeftijd begonnen met tekenen en schilderen. Ze schildert realistisch met een heel eigen stijl. Bijna al haar schilderijen gaan over mensen, wat hen drijft, bedreigt en kwetsbaar maakt. Lieve kunstenaars, zijn jullie gespannen? Of, Eduard? Een klein beetje wel. Klein beetje. Svetlana? Doe ik elke dag. He, altijd. Altijd zenuwachtig. Nee, maar Marije? Dat doe ik elke dag. Ontzettend nieuwsgierig. Ja, waarnaar? Naar wie het is. Is dat belangrijk voor je? Nou, eerst dacht ik van niet. Alle modellen hebben wel iets. Ja. Maar nu word ik toch wel bloednieuwsgierig. Kennen jullie veel BN'ers? Ik ken niet zoveel BN'ers, nee. Dus nee. Het zal voor mij sowieso een verrassing zijn. Ja. Maar zeker geen teleurstelling dus. Nee. Man, vrouw, jong, oud, maakt niet uit. Vrouw graag. Vrouw graag. Ik hoop een cabaretier. Een cabaretier. Nou, ik denk dat jullie toch recht hebben om nu de BN'er maar eens te zien, hè? Yes. Laat de gast maar binnenkomen. Dicht het open. Ah. Joop van het Ende. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Ah, wat mooi. Wow. Jullie weten wie het is? Ja, Joop van het Ende. Joop van het Ende.
Wat zeiden jullie? Oh, ik zei, mijn god. Ja, dat komt toch dichtbij. Ik zei, prachtig. Joop, dit is jouw stoel. Dit zijn jouw kunstenaars. Nou, ik wens jullie hele goede uren met elkaar. Spannend. Voor ons ook. Ja, leuk. Ga lekker zitten. Ik ga zitten. Zo. Nou, met mijn schoonheid. Oh, wat een eer. Ja, dit is wel een grote eer, zeg. Nou ja, en jullie geven me aan wat moet, hè? Ja. Naar links, naar rechts. Naar die kant. Ja. Zo. Is dit wat? Of moet ik rechter zitten? Voor mij is dat, dan heb ik heel weinig gezicht. Zeg het maar. Zo? Ja. Voor mij gaat het alleen om het gezicht. Niet vechten, voor jullie. U moet gewoon. Ja. U moet comfortabel voelen gewoon. Ja. En de rest doen wij. Kunt u iets minder lachen? Het is heel vriendelijk, maar... Ja, dat is prachtig. Eigenlijk sinds ik weet dat je mijn gast bent hier, speelt er alsmaar een liedje door mijn hoofd. Als je voor een dubbeltje geboren wordt... Zo'n word je nooit een kwartje. En dat lied is zo op jou van toepassing, maar dan juist niet, hè? Niet. Nee. Nou ja, in het gezin waar ik vandaan kom, een correct katholiek arbeidersgezin, maar arm. En ik ben toch de enige die financieel, als je dat bedoelt, verder gekomen bent. Maar ik heb daar zelf natuurlijk wel eens over nagedacht. Ik heb ooit, dat is nu 12 jaar geleden... ben ik er zelfs voor in een therapie gegaan. Omdat ik het zelf niet begreep waar ik vandaan kwam. En het grote gevaar is, als je zo gestegen bent op de ladder, dat je nooit mag vergeten waar je vandaan komt. Ik heb momenten als ik, als ik vind dat het niet goed gaat, dan probeer ik mijn waarom terug te zoeken. Hoe bedoel je? Nou, de liefde voor dat vak. Als je slechte recensie krijgt, als dingen floppen, als dingen niet lukken. Hè, dat gebeurt in grote getalen ook bij mij. Dan krijg je steeds een ongelooflijke klap. Dat is, ik doe iedere jaar met 20 voorstellingen examen weer opnieuw. Hè? En dan ben je wel eens gedemotiveerd omdat je het niet begrijpt. Of dat je het, er komen geen mensen voor. Die, hè? En dan ben je teleurgesteld. En dan ga ik weer terug naar dat jongetje wat boven zat en keek. En verliefd werd op dat. Dat zwarte gat en die diepte, het oneindige wat er gebeurde. En die... En die acteurs en die actrices die naar voren kwamen, en die prachtige taalgebruik en dat je dat bovenin kon verstaan, woordelijk. Ik was verkocht. Verloren, ja. Verloren. Toneel. Dat was echt mijn eerste stappen. Je noemde het verloren of gered. Wat was het? Nou, verloren omdat je nooit meer iets anders wil en kan. En gered omdat ik... met totaal geen opleiding, met niks, met niet wetende waar je, hoe je een zin moest spraken. Ik stotterde, ik heb spraaklessen gehad. Ik heb steeds iedere keer een stukje geleerd door de kunst. Jij hebt je uiteindelijk begeven in een arena waar het leven hard is. Ja. Er zijn mensen wel bang voor jou. Ja, dat vind ik jammer. Boosheid of hardheid moet komen vanuit van een oprechte situatie. Als je het speelt, werkt het niet. Nee, maar je bent wel een driftige man. Ik kan driftig zijn, maar ik ben geen driftige man. Nee, maar dan speel je het, of niet?
Nee, het ontstaat. Ik vind de drift die ik durf alle keren dat het jongen is gefilmd. En dan kan ik echt verklaren dat het is niet altijd goed. Maar het was wel nodig. Dat was nodig om te komen waar ik gekomen ben. Voor jou was het nodig? Ja. Maar ook voor mensen om me heen. De mensen die overblijven, die naast mij werken, dat zijn mensen die eigen zijn. Die een eigen mening hebben. En die mij kunnen overleven, zeg maar even, door gewoon zichzelf te blijven. En als je te veel meegaat of likkend om me heen loopt, dat werkt niet. Nee. Ja, voor een half jaar misschien, maar dan is het over. Nee. Ik zit nog even te denken aan toen je zei, ik ben een jaar of 10, 12 geleden in therapie gegaan. Ja. Wat heeft die therapie voor jou betekend? Dat was voor mij heel belangrijk, omdat... Ik vind niks voor jou eigenlijk zomaar. Ja, gek, hè? Althans, in jouw wereld wordt altijd een beetje gedaan ik heb, van... Ik vind ook niet dat ik daar geheimzinnig over hoef te doen. Ik vind het heel goed dat je het zegt. Want je gaat, als je pijn in je knie hebt, ga je naar de dokter toe. Dus als je je niet lekker voelt, dan vind ik het heel juist. Het heeft mij bij mezelf teruggebracht. Het heeft mijn zelfwaardering, mijn liefde voor mezelf teruggebracht. Die was ik kwijt. En mijn gezondheid kreeg een klap, want het was heel hard werken. Ik werkte toen in 20 landen. Het was echt dag en nacht. En ik trok mezelf van de trap op naar boven als ik s'avonds naar weer 18 uur werken terugkwam. Dat is toch ook hier allemaal? Dus ik was gewoon de weg kwijt en in mijn omgeving. Janine kon je niet bij de weg houden? Nou, die heeft er heel erg toe bijgedragen dat ik dit ben gaan doen. Die zei, je moet gewoon praten, je moet jezelf, je moet open, je gaat het allemaal naar binnen toe werken. Dus ik ben er opener geworden. Ik denk dat ik een minder nare man geworden ben, zeg maar. Mezelf weer, dat jongetje weer teruggevonden. En meer begrip voor mijn ouders gehad, hoe zwaar die het gehad hebben. En het geluk wat ik heb, en mijn gezin en mijn kinderen. Dus ik vind dat ik... ik ben er beter door geworden. Geestelijk. Marije, wat ben je al lekker op weg. Dank je. Gaat het goed? Dank je. Ja, ik voel me zeer geïnspireerd. Geïnspireerd? Ja. Hoe dat zo? Door het gezicht, de vormen, de botstructuur. Ja, ik vind het prachtig. Ik ben heel blij mee. Zeg, maar je hebt een goede botstructuur. Ja. Wist je dat van jezelf? Nou, ik zei toen het begon, ik weet dat ik een soort vreemd hoofd heb, dus het is natuurlijk... Zo kan je het ook noemen. Ja, zo kan je het ook noemen, ja. Svetlana, vertel mij eens wat de specifieke trekken zijn. Ik vind zijn ogen, zijn wangetjes vind ik mooi. Heel, heel erg, wat van hem is. Het is inderdaad een beetje een ongeduldige manier. Ik kon hem eigenlijk moeilijk pakken. Ongeduldig? Mm-hmm. Hoe bedoel je? Al door een beweging. Hij is beweeg. Ik heb het gevoel dat ik zo rustig werd. Ik ook. Ja. Ik heb ook het gevoel dat hij als een standbeeld zo rustig zit. Nee, dat lukt me niet echt. Maar goed, wat ook heel goed is ergens, want dan concentreer ik me op het wezenlijke. Niet op de, op de details, op het uiterlijk eigenlijk. Wat ik nu probeer te vangen is dat wat u probeert te verstoppen. Ik hoop dat het lukt. Vergis ik me of is dit al ongeveer klaar? Hoe nu verder eigenlijk? Het is mooi om te horen, maar dit is gewoon de eerste impressie voor mij. Wat heb je gezien wat je nog niet eerder gezien had? Wat ik zie is heel veel mooie kleuren in het portret. Mooie echt kleur? Kleur. In de huid? Combinatie met... Ja.
verschillende kleuren naast elkaar. Die zitten zo mooi in elkaar. En dat wil ik... Ik hoor allemaal dingen die ik niet weet, hoor. Ik ook niet, hoor. Ik kijk ook. Ik zie de botstructuur en mooie kleuren. Ja. Ik kijk met heel andere ogen. Heel leuk programma, dit. Ja. Heel leuk programma, dit. Nee, maar het is zo. En ik wil dat bewaren. Die kleuren wil ik steeds of meer zelfs brengen. Je hebt al heel veel kleuren gebruikt, heb veel, hè? Maar ik probeer het te bewaren. En daar... En met name door de ogen komt dat waarschijnlijk dat geschiedenis. Joop, je bent nu 72. Hoe is het eigenlijk? Wat is het voor leeftijd voor jou? Ja, dat is, ik probeer zo min mogelijk in de spiegel te kijken. Want dan zie je dat je ouder wordt. Zit je hier toch een beetje voor aap, maar goed. Ik kijk ook nooit televisiedingen, interviews terug. Want dan kan ik niet zo goed naar kijken. Want wat is dan wat je stoort? Dan zie je dus dat je ouder wordt... En dat wil ik. Ja, ik word ouder, ik ben niet gek, begrijp het wel. Maar hier, tussen mijn oren, ben ik nog... Voel ik me, als ik werk, als ik ben... Ik heb allemaal jonge mensen om me heen. Dan voel ik me niet oud. Welke leeftijd voel je eigenlijk? Ja, tussen de 50 en de 60. En het moeilijkste, vind ik, van ouder worden is... dat je denken aan... Je hebt nog maar zo kort. Dat wil ik het liefste, dat denk ik het liefste niet aan. Dat vind ik niet leuk. Je bedoelt? De dood. Dat je nog maar zo kort hebt. Je wil nog zoveel. Er is nog zoveel leuks te doen. En dat afgelopen zou kunnen zijn. Dat is naar. Zijn er dingen waarvoor je bang bent? De angst die al dat zal blijven is dat het... Dat het fout gaat met je familie. Dat je niet meer je verplichtingen kan voldoen. Want daar zo ben ik opgegroeid. Hè. Dat het eind van de week dan werd het weer, werd de huur gevraagd. En wat er niet was. Als je de verzekeringen betalen, wat er niet was. Altijd het tekort hebben en het niet kunnen betalen. Dat klinkt heel gek misschien uit mijn mond. Maar dat blijft altijd in je. Oh ja. Altijd. 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 Dus dat is een soort angst die blijft, ja. Wat is een levensles? Maak een plan. Maak een plan voor je leven. En natuurlijk kun je als je 12 bent, 14 bent, 15 bent, 18 bent, 20 bent... niet een plan, een kant-en-klap plan voor je leven hebben. Maar je kan wel een plan hebben wat je wil. Je kan tegengehouden worden door iedereen, maar uiteindelijk... Is het mogelijk om af te vallen? Om jezelf verdomme te zeggen, maar dat wil ik niet meer. Ik wil het zo. Je kans... Ik bedoel niet iedereen maar dit moet bereiken, want dat kan helemaal niet. Het moet passen bij je talent, bij je wil, bij hoe je met het leven om wil gaan. Maar je kan ook heel gelukkig worden door gewoon een heel bescheiden salaris te hebben... en ook tevreden te zijn met de kleinste dingen. Maar dat plan moet je maken. Ieder mens moet een plan hebben. Dat vind ik. We zijn aan het einde van een hele bijzondere poseerdag. Joop van den Ende, altijd druk, heeft toch urenlang stilgezeten voor de kunstenaars. En zij maken nog wat foto's en gaan dan naar hun ateliers om hun portretten af te maken. Joop ziet pas voor de allereerste keer bij de onthulling met Janine... wat ze ervan gemaakt hebben. Eduard is nog op zoek naar de ware Joop in zijn portret. Ik zie Joop, maar Eduard, wat zie ik nog meer in dit portret? Hij is er bijna, maar niet helemaal. Wat zoek je nog? Ik zoek de emotie van dat moment toen ik hem... gezien heb.
hij raakt mij met dat verhaal van zo simpel jongen begonnen is en dan zo groot geworden. Dat is heel bijzonder, vond ik. En daardoor ging ik mijn verf waarschijnlijk zo emotioneel op elkaar. Dat vond ik zo mooi. Mm. En dat wil ik terugbrengen op deze portret. Krijgen we nog iets van de locatie te zien, van het theater? Ja. Daar ben ik aan het denken, aan Carré. Want ja, Carré mm-hmm. hoort bij hem. Maar dan moet ik even goed kijken hoe dat qua kleur komt. En hoe ver is Svetlana? Wat vond je van Joop als model? Het moet een heel sterk karakter zijn, vond ik. Het moet ongelooflijke doorzettingsvermogen zijn om zo ver te komen waar hij nu is. En dat hij ook zijn fouten niet ontkent, vond ik heel mooi. Ja. Dat hij daarmee weet om te gaan en daarvan te leren en daar sterker van te worden. Maar zien we dat allemaal terug in een portret? In jouw portret? Ja, ik hoop het wel. Ik probeer het wel te vangen. Wat dan? Waar dan? Hoe dan? Nou, ten eerste, ik heb geprobeerd hem zo neer te zetten dat hij trots naar voren kan kijken, naar al die ideeën die nog komen, naar alle dingen die hij vertelde wat hij nog wil, zoveel ambities zitten nog in die man. En de achtergrond, hij kan echt met trots naar achteren kijken en dat komt een kleurrijk verhaal wat erachter zit. Marije heeft Joop wel heel bijzonder weergegeven. 3 keer Joop. 3 posities. Zie je ook 3 soorten man of 3 eigenschappen? Ja, ik heb dat er zelf in gezien, in hoe die op mij overkwam. Had je niet al die dingen in 1 portret kunnen samenballen? Dat was ook de bedoeling. En ik dacht, ik maak verschillende kanten en dan zie ik welke ik leuk vind. En dat ik ze naast elkaar gezet. Dan dacht ik, nou kan ik niet kiezen. En toen dacht ik, misschien hoef je ook niet te kiezen. Dus wat ik eigenlijk het liefste hoop is dat hij zichzelf herkent. Misschien niet alleen in hoe die eruit ziet, maar ook hoe die op mij is overgekomen. Dat hoop ik, dat hij dat voelt. Het is eindelijk zover. Hier in het mooie nieuwe Stedelijk Museum gaat Joop van den Ende zo dadelijk voor het eerst zien wat de kunstenaars van hun portretten hebben gemaakt. Ze hebben er keihard aan gewerkt en het zijn 3 bijzondere schilderijen geworden. Ik sta hier met Bart Rutte, hoofdcollecties van het Stedelijk Museum. Wij staan hier in een pittig verlichte hal. Maar niet zomaar verlicht, dit is een installatie, hè? Ja, het is een hele belangrijke installatie van de kunstenaar Dan Vleven. Die eigenlijk schilderde met licht, zou je kunnen zeggen. Ik heb in mijn herinnering dat ik dit eerder heb gezien in het nog niet verbouwde Stedelijk. Kan dat? Ja, in 1986 is het speciaal voor deze ruimte gemaakt. En we hebben 3 jaar geleden de mogelijkheid gekregen om het te verwerven. Ook mede dankzij de Bank Giro Loterij. En we zijn ontzettend trots dat we dit werk hier kunnen installeren. En dit is een ode aan Mondriaan. Dat kan je ook zien aan de kleuren zoals hij ze heeft toegepast. De primaire kleuren met misschien dat geel en dat roze bovenin, verwijzend naar de vroege Mondriaans. Ja. Blijft het hier hangen voor altijd? Niet voor altijd. We gaan zeker ook weer wisselen. Maar het zal zeker nog heel vaak terugkomen. Er zijn weer veel prijzen gewonnen door de deelnemers van de loterij. Hanneke uit Bakel won met haar rekeningnummer het geldbedrag van 100.000 euro. Oh, wauw. Mijn vader zei vroeger, meisje, als je ooit aan een loterij mee gaat doen, doe dan aan die Bank Giro Loterij mee. Hij is inmiddels helaas overleden, maar vandaag is zijn verjaardag. Eduard, Svetlana en Marije, het is bijna zover. Zo dadelijk gaat jullie model voor het eerst zien wat jullie gemaakt hebben. Hebben jullie er nog heel erg hard aan gewerkt sinds ik op het atelier was, Eduard? Zeker. Ja? Ja. Het is een heel ander portret geworden, maar je bent wel doorgegaan op wat je had. Ja. Ja.
Svetlana, toen we in het atelier waren, zei je... ik ga er nog iets achter maken. Wat is dat geworden? Klopt. Het is het verhaal van Cyrano de Bergerac geworden. Het was het allereerste waar hij een musical van gemaakt heeft. Een prachtig verhaal. Vond ik mooi. Ja, Marije, jij hebt echt hoog gegrepen met een heel groot drieluik, hè? Ja, jij dacht nog, krijgt ze het wel af? Nou, ik heb ook alleen maar pizza gegeten. Ik heb niet meer gekookt voor mezelf. Nee. Maar, ja, en in jouw geval moet hij ook de ruimte hebben, hè? Ja, ja. Hij kan ze nog losroeven. Dus oh, wel. Dat... Luister eens. Zometeen wil ik graag dat Joop, geholpen door zijn vrouw Janine, onafhankelijk kiest. En daarom vragen we altijd even of jullie ergens anders willen wachten. Ja. Zodra die eruit is, zijn jullie de eerste die het horen. Okay. Tot zo. Ja, Joop, dit is weer zo'n momentje in dit programma, hè? Daar staan ze. Ja. Heb je een associatie of een idee als je dit zo ziet? Nou ja, het zijn verschillende afmetingen. Dat zegt, maar meer kan ik niet zeggen. Ik heb wel hulptroepen bij me. Hoeveel? Nou, Janine telt voor twee. Ja, dat is... Dus er zijn met z'n drieën. Een heel aantal hulptroepen. Ja. Oh, je gaat met Janine samen... Ik zou het leuk vinden als hij mee mag kiezen. Want ik vind het zelf heel moeilijk om naar mezelf te kijken. En foto's te kiezen en dat soort dingen. Nou, weet je... Ik ga het gewoon doen. Kan jou het schelen? Kan mij het schelen, joh. Ik ga het eerste schilderij onthullen. Nou, ik blijf staan, hè? Jij blijft staan. Straks mag je dichtbij. Oh. Oh. Vind ik wel. Dat is een aardige man. Ja, maar dat is het ook wel, hoor. Als je hem beter kent. Ja. Nou, vind ik mooi getroffen, ja. Ik ga naar nummer 2. Ja. Je mag hardop denken, hè, bij wat je ziet. Oh. Ook dat ben ik. Een beetje onzeker. Kijk. Die achtergrond, die het theaterleven. Dat is Cyrano de Bergerac op de achtergrond. Hoe is het om jezelf zo te zien? Het valt me mee. Ik had gedacht, oh god, die grote kop. En ik vind mezelf, als je naar mezelf kijkt, front, vind ik het altijd het prettigste. Als ik een beetje een zijshot, dan moet ik altijd een beetje rillen. Nou, dan heb ik nog een verrassing voor je. Oh, dat ook zeker niet. Ga ik naar nummer 3. Oké. Oh. Nou, als je die rechter ziet, dan begrijp je wat ik bedoel met zijn hoofd. Ik begrijp het zelf. Het linkerhoofd, die vind ik het van de drie het meeste aanspreken. Weet je, haal de hulp erbij. Janine, gaan jullie helpen. Samen zo lang als je wil en zo dichtbij als je wil. Okay. Hey. Hallo. Wauw. Het is niet niks, hè? Nou, ik vind het zo knap. Ja. Deze ook uit de verte vond ik die heel mooi. Ja. Dit ben je ook heel erg. Ja. Het onzekere blikken mee. Ik vind dit heel mooi. Ik denk wel licht, hè? Het is een heel dikke verf zit erop. Of is het een lak overheen, lijkt het wel. Ik vind het wel heel... Het heeft ook iets diffuus. Ja, dit is gewoon heel leuk. Dit is gewoon heel leuk. Moeilijk, hè? Oh, het is te moeilijk. Ik zelf vind die leuk. Als je het hebt over een schilderij... Ik hou van... hier van jou. Van die? Mooi. Ja. Dit is Olijke Joop. Dat is heel tevreden. Heel vrolijk. Dank je. Zo zie ik mezelf graag. Ja. Ja. Ja, mag jij moet het zeggen? Nou, weten we het? Mm-hmm. Oké, weten we het. Kiest Joop voor het odelijke portret van Eduard, het verhalende werk van Svetlana of het drieluik van Marije? Poeh. Wat poeh. Nou, dat is niet makkelijk. Was het maar makkelijk geweest, hè? Dan... het is een...
zijn alle drie zo anders, maar er is niet één bij dat je zegt die is niet goed. Dat, dus als ik gewoon rechts begin, het is wel wat ik, hoe ik mezelf graag zie. Je vond het wel een aardige man. Ja, dat. In je dromen denk je dat je zo bent. Nou ja, wake up. Zo ben je niet altijd. Nou ja. Na de onthulling van het eerste kwam dit schilderij. Mijn eerste gevoel was dat ik hoe ik sta en hoe ik kijk. Het is wel een hoofd waar het leven doorheen gegaan is. Dat vind ik mooi, die achtergrond. Theatraal vind ik mooi. En toen kwam de drieluik, wat ik niet verwachtte. Want ik dacht, daar komt een groot schilderij onder vandaan. Maar dat is toch weer een beetje ook wat je daar ziet. Hè? Wat rustiger, wat genoegelijker kijkend. Mooie blik, hè? Ja, ja, mooie blik. Zeg, je hebt Janine erbij gehaald. Dat was nodig. Wat was haar inbreng? Nou, eigenlijk waren we het wel met elkaar snel eens. Dat we alle drie de schilderij bijzonder vinden. Dat ze alle drie goed zijn. Dat je op zichzelf staan, maar alle drie goed. Ja. Toen moesten we kiezen. Ja. En toen hebben we gekozen. Dus ik moet nu gaan zeggen... Nee, je gaat nu eerst zeggen... Wat ik niet neem. Welk schilderij, in willekeurige volgorde, welk schilderij je niet neemt. Ja, nou, dat is inderdaad willekeurig. Want ik vind het... Er is eigenlijk... Het zijn minimale verschillen, moet ik echt zeggen. Minimale verschillen. Ik denk dat ik dit schilderij helaas niet meeneem. Terwijl ik mezelf daar het liefst op wil kijken. Maar dat mag ik niet meetellen. Welk neem je nog meer niet mee naar huis? Want het niet spannender maken als het al is. Jawel. Ik denk dat ik... ik denk toch dat ik... de drie luik niet meeneem. En ik vind het ongelooflijk moeilijk om te zeggen. Dus we kiezen voor het middelste. Van Svetlana. En dat heeft gevoel met de compositie van het totale... van een man die kijkend in het leven staat... omringd door figuren uit de cultuur, zou je kunnen zeggen. Want zo voel ik dat. Krijgt het een plaats? Ja, ik denk dat we dit toch in ons huis gaan ophangen. Oké. Ik wil jullie alle drie oprecht bedanken. Gaan we naar ze toe? En het is een nuance van heel klein. Dat is wat ik zeg. Okay. Het waren minieme verschillen. Maar Joop en Janine van de Ende zijn eruit gekomen. Het schilderij van Svetlana gaat mee naar huis. En de andere twee, die worden geveild voor een goed doel wat Joop van de Ende heeft bepaald. En wie weet hangt er dus binnenkort wel eentje bij u aan de muur. Hoe die veiling nou precies in zijn werk gaat, dat ziet u op onze website. Volgende week is Angela Schijf mijn gast. Ken jij angsten? Zet mij op een verjaardagspartijtje en dan... Ik durf dan daar niet naartoe. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Bankgiro Loterij.